Goedemiddag, we zitten hier bij het bezoekerscentrum Reitdiep en vandaag gaan de koeien naar buiten. Mijn naam is Michel van Goon en we gaan deze weken jullie meenemen af en toe online bij onze gebieden. En naast me staat Jan Moerke. Hoi. Jij wat een lawaai. Ja, lawaai. Ze hebben er volgens mij door de koeien dat ze naar buiten kunnen. Alleen het weer zit niet helemaal mee. Maar we krijgen vandaag wat regen. Maar het mooie weer komt eraan. Is goed. Dus we gaan ze zo naar buiten doen. Ja. En voor de moederdieren is het niet zo spannend. Maar die is... Oh, er gaat al één. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar voor de moederdieren is het niet zo spannend, maar die gaan ieder jaar wel naar buiten toe. Alleen voor de kalfjes, ja, die zijn in februari geboren. En die zijn nog nooit buiten geweest, dus dat is altijd even spannend van hoe gaat het. Dus we hebben alles voorbereid en we gaan ze zo naar buiten doen. Hoeveel kalfjes heb je? Er zijn 9 koeien en 9 kalfjes en die zijn in februari geboren. En die lopen dus bij de moeder, dus die drinken ook bij de moeder, dus die krijgen ook lekker warme melk. Dus ook al eens een keer koude in het voorjaar, is dat niet zo erg. En dan blijven ze buiten tot? Dan blijven ze buiten tot een beetje tot begin oktober. En het ligt ook weer aan weer, als het natuurlijk heel slecht weer is, doen we ze onderdak. Maar dan gaan ze weer naar binnen. En dat is ook weer een mooie periode, maar dit is ook weer een mooie periode dat ze naar buiten gaan. Ja, je wordt doof, wat Michel, maar vertel. Ja, ga maar aan de slag. Ja, we gaan nou aan de slag. Ja. En we hebben ook wat mensen uit het dorp en die komen ook even een kijkje nemen. Op gepaste afstand, maar we gaan nou aan de slag dus. Heel goed. Ja. Dan komt hij er ook wel weer uit. Want ze hebben natuurlijk nog nooit sloten gezien, de kalfjes niet. We gaan het zo meteen zien. We zijn benieuwd. Ja. Even die kant over dat ze even. Ik ga er even voor langs, Michel. Ik kan nog wel heel even wachten. Nou, in het weer zijn ze in ieder geval weer naar buiten. En hopen dat het zo snel weer mooi weer wordt. Tot ziens, fijne weekend.